spelen. Ja. Ja, naar aanleiding van deze uitzending hebben wij ook met wat politici gesproken. Zo belde ik met CDA-Kamerlid Anne Kuik over de normalisering van drugsgebruik op festivals. Dus zij vindt dat er werk aan de winkel is voor festivalorganisatoren. Gemeenten verlenen natuurlijk vergunningen ook af. Daar kunnen ze voorwaarden ook aan stellen. En ja, als je ziet in het rioolwater hoeveel drugsgebruik er is, want dat kun je natuurlijk wel testen naar aanleiding van die festivals. Nou, dan verzaken een aantal festivals toch echt wel. Ik bedoel, ik denk even aan ADE. Ja, dat staat er gewoon onbekend dat dat een en al een drugsfestival is. Wat zouden festivalorganisatoren dan nu meer kunnen doen dan wat ze al doen? Want ze kunnen natuurlijk niet overal controleren. Uit die enquête blijkt ook, ja, ze verstoppen het bijvoorbeeld in de onderbroek. Ja, en toch zie je wel verschil tussen festivals natuurlijk. Daar waar het wel gebeurt en daar waar het niet gebeurt. En als jij al het imago hebt dat het allemaal wordt toegestaan, dan vind ik dat daar ook een verantwoordelijkheid ligt bij de festivals om erover na te denken, ja, hoe gaan we dit nou eigenlijk keren? Is het festival alleen leuk met drugs? Zou dan de uiterste consequentie moeten zijn, want u noemt zelf het Amsterdam Dance Event, dat zo'n festival geen doorgang kan vinden? Ja, waarom niet?